We zitten vandaag bij Roland van Vliet, die een heel goed amendement heeft ingediend. wat per 1 januari 2012 inging. Wij hebben u vandaag laten zien dat wij van mening zijn dat Wekers de Kamer onvolledig heeft geïnformeerd in zaken de oldtimers. Kunt u vertellen wat daarop uw reactie is? Ik vind dat schokkend eigenlijk. Ik vind het schokkend, want dit dossier, dat ook al een hele tijd sleept en dat in een wereld wordt gepusht. Daar zijn inmiddels beslissingen opgenomen, de regeerakkoord, bladibla. Bla. En al die Kamerleden die daarbij betrokken zijn geweest, die hebben hun beslissing inhoud gegeven op basis van mededelingen en gegevens van de staatssecretaris. Als die nu onvolledig blijken te zijn of zelfs zijn gemanipuleerd, dat is eigenlijk wat je noemt de politieke doodzonde, en dat rechtvaardigt op zijn minst actie van bijvoorbeeld mijn kant. Nou, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd wat voor actie u dan zou kunnen ondernemen om hier wat aan te doen. Kunt u daar iets over zeggen? Zeker. Kijk, mijn eigen standpunt is helder. Ik heb een amendement toen ingediend. Dat werkt gewoon. Dat is een goed amendement. Mijn fractie wil ook dat dat gewoon blijft doorlopen. Dus dat onderdeel van het belastingplan, dat al die oldtimers nu zwaar gaat belasten, steunen wij sowieso niet. Dat is de basis. Nou, vanuit, die, vanuit dat perspectief was het voor mij altijd vrij simpel om het te verzetten tegen deze plannen. Nu blijkt dat andere Kamerleden die die plannen van Wekers hebben aangenomen, want hij had ook een deal met de sector, bladibla. Bla. Nu blijkt dat dat gebaseerd is op verkeerde gegevens. Hoop ik eigenlijk dat de collega's. In de Kamer ervan kunnen overtuigen dat zij ook gewoon terug moeten naar het amendement van Vliet. Er zijn twee manieren om dat te doen. Eén manier is denk ik, een goed begin zou zijn om Kamervragen te stellen aan Wekers, het liefst mondelinge vragen die ook op televisie meteen komen. En de, de lijn doortrekkend, in het belastingplan 2014, waar die plannen in staan om die oldtimers te belasten, kunnen we natuurlijk bij de inhoudelijke behandeling hierop terugkomen en dit plan afschieten. En ik hoop dat in de tussentijd Wekers wakker wordt en zelf gaat bewegen. Ja, want die zei iets heel belangrijks dat uw amendement wat per 1 januari 2012 in ging heel goed werkt. Dat is ook de conclusie van vrijstelling oldtimer. Hè, dat uh, je ziet eigenlijk dat per 1 januari 2012 de import van met name de jonge diesels, mm -hmm. waar blijkbaar de Kamer en de overheid zoveel moeite mee heeft, mm -hmm. volledig ingestort is. Dat hebben wij hè, duidelijk in een grafiek gezet op basis van de gegevens van de RDW. Dus wij denken, is er eigenlijk nog wel aanleiding om überhaupt iets te doen? <laughs> Ja, maar kijk, de milieufetischisten van, met name de wat linkse partijen, die hebben dit ingegeven en willen eigenlijk niet naar onderliggende gegevens kijken. Het is een soort idee fix van die oldtimers moeten weg, dus we doen het op deze manier. Ik vind dus wel dat er eerlijk naar de gegevens gekeken moet worden en ik hoop eigenlijk andere Kamerleden ervan te overtuigen. Dat kan ik zo dus met die Kamer vragen, maar het kan ook gewoon door het vuurtje op te stoken als er in de media aandacht voor komt, zodat je zien dat andere Kamerleden er ook achteraan gaan lopen. Dan gaat dat balletje hopelijk rollen en ik hoop dat Wekers tot, tot inkeer gaat komen. Ja, want nog heel even naar, naar onze stelling... waarbij wij zeggen dat Wekers de Kamer uh, onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Mm -hmm. Dat gaat met name over het feit dat de cijfers van 2012... stelselmatig achtergehouden worden... terwijl die juist aantonen dat die import ingestort is. En daarnaast dat de financiële gevolgen van deze maatregel... niet goed uh, doorgerekend zijn. En wellicht zelfs uh, economische schade kunnen, kunnen opleveren. Mm -hmm. uh, bent u dat met ons eens, dat... dat, dat, dat ja, dat onjuiste informatie is geweest die aangeleverd is. Uh, absoluut, want uh, voor zover ik het nu zie, is het gebaseerd op serieuze bronnen, zoals het CBS en uh, de RDW. Ja, daar kan ook financiën niet omheen, laten we eerlijk zijn. Dus als je het hebt over raming van opbrengsten en het blijkt allemaal niet uit te komen, dan neem ik aan dat ze ook in het kabinet een keer in meneer Wekers een pak rammel weer gaan geven. Van je hebt ons 150 of 200 miljoen beloofd, alleen het komt niet. Dus serieuze bronnen liggen uh, als grondslag aan dit onderzoek, dan zeg ik van, nou dan moet ook de politiek daar serieus naar willen kijken. Dus ik neem het serieus en daarom ben ik ook bereid uh, hier een deur verder mee te gaan. Hartelijk bedankt, dat is helemaal duidelijk. Graag gedaan.